Vandaag zijn wethouder Berend de Vries en de jonge illegale vluchteling Jimmy samen op pad. Door een dag met elkaar op te trekken, willen zij elkaars leefwereld beter leren begrijpen. We spreken hen bij de nieuwe woontoren, de Havenmeester, waar vandaag wordt gevierd dat het hoogste punt is bereikt. Dit is de Havenmeester in de Piershaven, een van de belangrijkere, grotere bouwprojecten in dit gebied van de stad. En vandaag hebben we het hoogste punt gevierd. Voor bouwers altijd een belangrijk moment, maar ook voor een wethouder die verantwoordelijk is voor deze ontwikkeling, ook een klein hoogtepunt. En dat is een hele dag samen met de wethouder op stap? Ja, het was een heel druk dag voor mij. Ja, eerst hebben ze het hoogtepunt bereikt van het gebouw en ten tweede, ja, ze hebben het feest gevierd voor dat. Dus ik vind het heel interessant en heel positief. Feliciteren met wat jullie tot nu toe al bereikt hebben, dat is het hoogste punt. Veel succes de komende periode in het afbouwen en richting diegenen die hier straks gaan wonen. Wens ik jullie heel veel woonplezier, want je komt echt te wonen op een van de mooie plekken, de mooiste plekken misschien wel van Tilburg, de Piershaven. Jimmy is als 14-jarige in zijn eentje in Nederland aangekomen nadat hij al zijn familie had verloren. Ik vond het erg leuk, het was ook gezellig. Maar ook wel belangrijk omdat ik, omdat hij ook een onderdeel is van onze stad, zoals zoveel. En ik vind het een prettige bijkomstigheid dat ik mede dankzij de uitnodiging die ik van Ralf Baudelier van het Wereldpodium kreeg, met hem kennis gemaakt heb. En daardoor ook weer een stukje van onze stad te leren kennen. We kunnen hier onze ogen voor sluiten, maar het is realiteit. En we hebben veel van elkaar geleerd vandaag. Ik heb zijn geschiedenis geleerd. En het correspondeert helemaal met beelden die je hebt. Alleen ze zijn dan vaag en abstract. En door onze gesprekken zijn ze echt en tastbaar geworden. Ja. Ja, het is belangrijk dat je ook de mensen, de gezichten van je beleid kent. En dat is juist in de stad is dat heel goed mogelijk. Dat is de bestuurslaag die het dichtst bij mensen staat. Ik denk dat je niet goed kan besturen zonder dat je de mensen kent die geraakt worden door de dingen die je doet. Toen enkele jaren geleden een generaal pardon werd verleend aan alle illegalen die al voor 2001 in Nederland woonden, werd Jimmy door een administratieve fout overgeslagen. Sindsdien komt Jimmy nog nauwelijks buiten, omdat hij bang is te worden opgepakt en teruggestuurd.